Dit is Toby en Dado is Cleo. Hey. Toby die is echt de knuffelaar. En Cleo die is meer op zichzelf. Het zijn geen gewone kittens waar Fabian en zijn zusje voor zorgen. Ja. Dit zijn zwerfkittens. Kittens die op straat hebben geleefd. Ik vind het super zielig, want ik hoorde dat ze in Friesland... dat ze gewoon de ouders van de kittens neerschieten. En dat klopt. Friesland is de enige provincie van ons land... waarop zwerfkatten gejaagd mag worden. Dit is zo'n zwerfkat. Zwerfkatten hebben geen baasje. Geen huis waar ze worden verzorgd. Ze leven alleen in de natuur. En gaan veel op jacht. In Friesland worden ze regelmatig in broedgebieden van vogels gespot. Hij bijt ze dood en vervolgens gaat hij naar het andere nestje. En net zolang tot hij weet dat het op is. He, dat er geen weidevogelkuikers meer zijn. In Nederland zijn volgens schattingen honderdduizenden tot een miljoen zwerfkatten. Overal worden zwerfkatten gevangen, gecastreerd, gechipt en dan opgevangen op een boerderij of manege. Alleen in Friesland gaat dat dus anders. Jagers schieten daar gemiddeld 260 zwerfkatten per jaar dood. De jagers schieten dus zwerfkatten dood om beide vogels te beschermen. Ik vind de kiewiet en de gruto vind ik prachtige vogels. Dat is echt, die hoort bij Friesland, maar ook bij Nederland. We zouden met z'n allen die echt goed moeten beschermen. Ouders beschermen die jongen heel mooi. Het is gewoon een hele mooie vogel. Zelfs als het een zwerfkat niet lukt om een broedvogel te pakken, dan is de schade volgens de jager groot. Een zwerfkat komt dan langzaam het weiland in. En op dat moment heeft de weidevogel het al in de gaten en die gaat de lucht in. En op het moment dat ze de lucht in gaat, wordt het broedsel van de eieren wordt koud. Dan is zo'n broedsel verloren. Dus dan gaan ze, alle kuikens gaan dood. Een kat moet toch ook eten? Dat klopt. Thuis bij het bakje in de huis is het prima. Alleen in de natuur hoort hij niet. In de meeste provincies worden verwilderde katten gevangen en opgevangen. In Friesland vinden de jagers dat dus geen goed idee. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Eén keer een verwilderde kat, die heeft dat spelletje gekend. En die blijft dat doen. Zodra ze de vrijheid vinden, gaan ze weer het land in. Ja, Fabian vindt het best lastig. Hij snapt wel waarom er op zwerfkatten wordt gejaagd. Maar toch. Ja. Ik vind het ook tegelijkertijd vind ik het zielig voor de vogeltjes, maar ook zielig voor de kittens. En voor wie is het zieliger? Kittens. Ja, ik vind ze liever en je kan ze aaien.